Ik weet niet of je het hierboven kan zien, maar deze slingeraap, die verspreidt de zaden van deze boom. We gaan op zoek hoe die dat doet. En daarvoor moeten we in de boom klimmen. Hi, leuk dat jullie weer naar mijn vlog kijken. Ik ben Jungle Judy en ik weet bijna alles over tropisch regenwoud. Ik ga vandaag bedreigde bomen redden. Je hoort het goed, niet alleen dieren kunnen bedreigd zijn, ook bomen. Dat komt soms omdat hun hout gekapt wordt. En soms omdat ze hun zaden of vruchten niet goed kunnen verspreiden, waardoor er niet een nieuw boompje gaat groeien. En vandaag ga ik zoeken welke bomen dat zijn en hoe we ze kunnen helpen. Ken je het gezegde, hoge bomen vangen veel wind? Nou, dat klopt ook zeker in een jungle. En daarom hebben grote bomen vaak enorme wortels bovenop de grond, die ervoor zorgen dat ze niet omvallen tijdens een storm. Auw, deze boom vind ik niet zo aardig volgens mij. De hoogste boom in het Amazone-regenwoud is ongeveer 45 meter hoog. Maar in Borneo, Zuidoost-Azië, is de hoogste boom wel 80 meter. Wow, check hoe dik die boomstam is. Zo'n boom zou makkelijk 400 jaar oud kunnen zijn. In deze boom nestelen heel vaak roofvogels en apen. Hij is echt een van de grootste bomen van het regenwoud. Laten we eens even gaan kijken wat daarin zit. Dit is een kapucijneraap. En dit is een miereneter, ook wel tamandua genoemd. Ik loop inmiddels al een paar uur door het bos op zoek naar bedreigde bomen. En ik heb de meest bedreigde boom van heel Costa Rica gevonden. Die staat hier achter me. Er zijn maar 6 van deze bomen in heel Costa Rica. En ik weet niet of je het hierboven kan zien, maar deze slingeraap, die verspreidt de zaden van deze boom. We gaan op zoek hoe die dat doet. En daarvoor moeten we in de boom klimmen. We plaatsen camera's helemaal bovenin de boomtop, omdat we willen zien welke dieren de vruchten eten van deze boom. Dan weten we ook welke dieren de zaadjes gaan uitpoepen. En dan weten wij als biologen waar we de zaadjes op de grond moeten zoeken. Bijvoorbeeld in de buurt van waar slingerapen slapen. En na heel veel geklauter en gezweet is dit het uitzicht. Mooi, hè? Uiteindelijk is dit waar we het voor doen. We hebben allemaal zaden gevonden van bedreigde bomen. En die gaan we nu op een andere plek laten opgroeien. Ik was net zaden aan het verzamelen van deze mooie boom. En wat zie ik? Een grote slang. Dit is een boa. Die valt niet zomaar aan. We zijn nu bij de vivero de plantas nativas. En dat betekent kwekerij voor plantjes die alleen maar hier voorkomen. Elk zaadje is dus heel bijzonder. Biologen verzamelen die zaden in het bos, brengen ze hierheen, zorgen er ontzettend goed voor. En hopelijk kan elk zaadje dan opgroeien en teruggeplant worden in het bos. Ik sta nu bij de zaadjes van die ontzettend bedreigde boom die we net beklommen hebben. En als je goed kijkt, zie je dat er 5 zaadjes ontkiemd zijn en er nu kleine plantjes groeien. Deze boom heet Stifnolobium. Ik vind het een hele mooie naam, maar misschien weet jij nog wel een veel betere naam voor deze prachtige boom. En ik hoop dat we deze plantjes zo snel mogelijk in het bos kunnen terugplanten, zodat er weer allerlei slingerapen van kunnen genieten. Al deze kleine plantjes van bedreigde bomen worden dit jaar nog teruggeplant in het bos. Dat was mijn avontuur voor deze keer. Ik ga nog even verder met bedreigde bomen zoeken. En misschien nog een lesje boomklimmen volgen. Ik hoop dat jullie volgende keer weer kijken. Doeg!